Goedemorgen, het is woensdag. Ik ben bij Burning Man. Dit is dag weet ik veel hoeveel. Normaal zouden we nu aankomen, maar nu zijn we er al een paar dagen. Super, super leuk. Ik dacht misschien is het leuk om even te vertellen waarom ik alleen in de tent vlog. Want ik weet dat vorig jaar heel veel mensen dat niet helemaal snapten, zeg maar. Dat komt omdat je mag niet van bij Burning Man. Daar moet je persaccreditatie voor vragen. Dat heb ik gedaan voor één video, voor Beauty Gloss. Dus ik heb één video van alle leuke dingen die ik hier meemaak. Maar het is heel lastig om een persaccreditatie te krijgen. Dus ik ben heel blij dat ik dat krijg. Maar ik zou dat nooit kunnen krijgen voor... Nou, hoeveel dagen ben ik hier straks? 9 of zo? 8? 9 vlogs. Dat zien zij dan als een tv-programma met 9 afleveringen. En ja, dat mag gewoon niet. Dus ik heb vorig jaar besloten om te vloggen in de tent. Want daar kunnen ze dan niks van zeggen. Ik bedoel, hallo, voor hetzelfde geld sta ik nu ergens in de natuurbos of zo. You don't know, weet je. Het is niet dat ik het event film. Maar dat is dus de reden dat ik alleen vlog in de tent. Ik wou dat ik meer kon vloggen. Het heeft ook wel iets hoor, dat ik niet vlog. Maar echt de leukste dingen die film ik met mijn GoPro. En die heeft ook echt zo'n persding eraan hangen. Dat als iemand hem ziet, dat ze weten, oh jee, ik word nu gefilmd met pers. Weet je wel, als ik dat niet wil, dan draai ik me om. En ja, er zijn wel meer mensen, er zijn hier documentairemakers. En volgens mij sta ik ook ergens in een of andere... Ik weet niet, er was een Aziatische crew en die was heel serieus iets aan het filmen. En ik zat daar pannenkoek te eten en toen dacht ik... Oh hey, want ik zag een persding hangen en zo. Ik dacht, nou ja, whatever, weet je. Maar goed, dus dat is het. Het is heel erg... Ja, ze beschermen het heel erg. Want er zijn natuurlijk ook mensen die hier naakt zijn. En niet iedereen wil per se, weet je, online of in de media of whatever. En ook als ik mijn video af heb, dan gaat die eerst naar hun toe. Wordt die frame voor frame bekeken of er niks geks op te zien is. En dan krijg je een goedkeuring. Nou, ik heb tot nu toe elke keer direct de goedkeuring gehad. Want ik film nooit rare dingen. En weet je, ik let er zelf altijd op bij editen of je niks geks ziet of geen naakte mensen. Dus ja. Maar goed, dat is dus de reden dat ik in de tent vlog. En ja, we zijn nu in de tent. Dat is mijn outfit vandaag. Deze. Ze voorspelt dat er whiteouts komen. En een whiteout is dat er dus echt extreem veel zand is. En dat je dan gewoon echt soms wel urenlang bedekt in het zand moet zitten of schuilen ergens. Omdat het gewoon, je ziet niks. En ogen, alles. Dus gewoon, je kan bijna niet ademen. Vorig jaar was heel heftig, maar we hebben nog nooit een echte whiteout gehad die gewoon heel lang duurt. Dus ja, gewoon goed onze spullen bij ons houden. Doekje, brilletje. En nu ga ik de tent schoonmaken. Ik ben bezig met schoonmaken en opruimen, want dat is wel een beetje nodig. Ik ga schoonmaken en dan gaan we chillen en doen. En ik ga heel even helpen met schoonmaken ook. En, ja. Nou, daar ben ik weer een paar uur later. Helemaal dusty. Ik had deze hoed op. Dit was dus zeg maar mooi rood-paarsachtig. En het is inmiddels... Nou, kijk mijn haar ook. Het is heftig, er zijn allemaal witte zandstormen. Niet hardcore whiteouts, zoals in dat we uren erin vastzitten, maar wel dat je echt even stil wil gaan staan. We zijn naar de tempel geweest, we zijn naar nog een paar mooie artpieces geweest. Geklommen in de bibliotheek en die is heel cool, die staat ook een beetje scheef. En ja, het is heel bizar. En nu gaan we heel even een dutje doen, want om 7 uur hebben we een art tour. Daar was voor opgegeven, dan ga je op een artcar, dan ga je langs alle grote kunstwerken en dan krijg je daar informatie over. Bij mijn pols is trouwens weer oké, mijn hand is wel vet poofy vergeleken met mijn andere hand. Maar ja, weet je, ik doe alles, dus ja, het zal wel, whatever. Ben ik weer, we gaan nu onze tour doen van de art pieces. Ach, deze geur, serieus, ik spuit net het op, een zelfgemaakte geur. En hij is zo lekker. Nou, echt een van de leukste cadeaus die ik heb gehad hier. Oh, en een stukje uit, zeg maar uit, je hebt van die woorden staan in de desert. En de kunstenaar gaf ons een stukje daarvan, dat was een vogeltje. Dat was ook echt een bijzonder cadeau. We hebben heel veel leuke cadeaus gehad. Maar nu de artwork, ik heb er echt zoveel zin in. We hebben zelf al veel gezien, of nou veel, wat zeg ik, 1%. Maar we hebben wel echt elke dag, zijn we steeds naar art toe gegaan en zo. En nu krijgen we echt de highlights te zien, dus dat is wel fijn en leuk en fun. En jee. Hey, wij gaan naar buiten. Heel even maar eigenlijk. Want het voelt zich niet mega lekker. Ja, dus, ik ben gewoon een beetje moe. Een beetje moe van alles. Ja, nou, oh, die ligt. Ik slaap maar echt een paar uur. Elke keer. En op een gegeven moment vreet dat wel van je. En dan moet je gewoon één avondje rust nemen. Want anders ben je voor de rest van je... Ja, ik ben best energiek en zo, maar... Ja, maar jij hebt een ander moment heel veel geslapen. Ja, dat is waar. Toen was jij weer doorgegaan. Maar ik ga samen met Foofie slapen, dus... We gaan heel even een rondje lopen. Nee, toen ben ik helemaal niet doorgegaan. Hoe kom je daar bij? Toen ben jij naar dingen gegaan, toch? Naar het feestje. Oh, Fleetwood Mac. Ja, maar
hoe heet het? Ja, dus het is nu iets van 9:30. Ja. Ja. En dan gaan we heel veel rondje lopen nog. Even een cadeautje uitdelen. En dan gaan we zo slapen. Even een paar cadeautjes uitdelen. Dus welterusten, bedankt voor het kijken. En ik zie je morgen weer. Doei. Oh, oh, oh. Niet geheel onbelangrijk. We kunnen onze jas aan. Het is niet ijskoud. Maar het is voor het eerst dat we met de furs naar buiten kunnen. Teddy en de fur. En Tupac. En Tupac Foef. Oké, okay, good night. Bye. Erbij. Dit is de outfit voor vandaag. Wij zijn echt super lekker gaan feesten gisteravond. Ik denk dat wij rond 3:00 in bed lagen. We zijn diep in de playa gegaan.